artikelen 261 in samenhang met 263, leden 1 en 3 van het wetboek van strafvordering zijn in strijd met artikel 14. Dit verklaarde de voorzitter van het Constitutioneel Hof, Gloria Steerling, vandaag tijdens de vijfde openbare zitting van het Hof. Deze uitspraak zal betekenen dat formeel volgens de wet de voorgeschreven procedure zal moeten worden gebruikt bij bergelijke strafzaken. De zitting betrof de toetsing van 5 wetsproducten, namelijk artikel 261 in samenhang met 263 lid 1 en 3, 364, 366 en 369 van het wetboek van strafvordering aan de grondwet en verdragen. Dit op verzoek van de meesters Merwin Dugua en Milton Kastelen. Het motief voor indiening behelsde onder andere het in strijd zijn van de rechtsproducten met de rechten op een eerlijk strafrechtelijk proces, zoals die haar bescherming vindt in het Amerikaans verdrag inzake mensenrechten. Het Amerikaans verdrag inzake de rechten van de mens en het internationaal verdrag inzake de burger- en politieke rechten zijn voor Suriname van toepassing zijnde verdragen en hebben rechtstreekse werking. Het voorgaande benadrukt, even in verband met de voor de onderhavige toetsing, het belang van de aan de orde zijnde mensenrechten verdragen. In het algemeen dienen een ieder verbindende en rechtstreeks werkende verdragsbepalingen te prevaleren boven de nationale wetgeving en dient de nationale wetgeving te worden aangepast. De wetgever is ervan uitgegaan, zonder dat met zoveel woorden in de wet vast te leggen, dat slechts bij een verschenen verdachte de raadsman ter terechtzitting mag worden toegelaten. In deze uitleg van het systeem in het wetboek van strafvordering kan niet worden afgeleid dat verdediging door de raadsman in een verstekprocedure niet mogelijk is. Tijdens de toetsing van de wetten werd ook de verstekprocedure in het wetboek van strafvordering in algemene vorm onderzocht en uitgelegd. Uit de literatuur blijkt dat bij interpretatie van zulke wetsartikelen een beroep gedaan kan worden op de toetsing van de accuratie van de wet. Het voorgaande laat wel onverlet dat het gevoerde proces een verstekproces blijft. Echter ontbreekt naar het Surinaams recht de wettelijke mogelijkheid om als verdachte bij afwezigheid tijdens het onderzoek ter terechtzitting verweer te kunnen voeren door middel van vertegenwoordiging door een raadsman. Een procedureel gevolg daarvan is dat de zaak niet op tegenspraak wordt behandeld. Het na een dergelijke behandeling gewezen vonnis is een verstekvonnis en niet een vonnis op tegenspraak. Een redelijke wetstoepassing is dan het leidend criterium in samenhang met het algemeen systeem van de wet en de beginselen die daaruit zijn af te leiden. De uitleg van zo'n wetsartikel, in dit geval de verstekprocedure, zou dan in principe in het voordeel van de verdachte kunnen worden uitgelegd. Dit is een regel van goede procesorde. Nu de beslissing gevallen is, zal een officieel schrijven worden gestuurd naar ministeries die belast zijn met justitiële aangelegenheden. De minister die belast is met de zorg voor de publicatie van staatsbladen van de Republiek Suriname en de voorzitter van de Nationale Assemblée.